Het kan soms overweldigend zijn als je veel nieuwe informatie moet verwerken. Zoals het leren van een heel boek voor een examen. Hoe zorg je ervoor dat je deze informatie begrijpt en onthoudt? Dit doe je met elaboratie. Het verwerkingsproces dat je gebruikt om al die nieuwe feiten en weetjes efficiënt op te slaan. Elaboratie helpt je om makkelijker te leren. Het is een belangrijke vaardigheid die je als student goed kunt gebruiken. Er zijn verschillende manieren om te elaboreren. En wat het beste werkt, kan per keer of per persoon verschillen. Je kunt bijvoorbeeld samenvattingen of mindmaps maken, waardoor je de informatie opnieuw verwerkt en verbanden leert leggen met andere informatie. Wat ook helpt, is om actief met de stof aan de slag te gaan. Probeer bijvoorbeeld eens uit te leggen aan iemand anders wat je hebt geleerd. Zo ontdek je wat je al weet en wat je nog moet herhalen. Of stel jezelf vragen over de leerstof, zoals: wat zijn de verschillen tussen deze onderwerpen en hoe verhouden de onderwerpen zich tot elkaar? Dit alles helpt je om de informatie beter te begrijpen en te onthouden. Oefen deze vaardigheid door een taak de volgende keer op een andere manier aan te pakken dan je normaal zou doen. Schrijf jij normaal altijd samenvattingen? Probeer dan eens een mindmap te maken. Door nieuwe manieren van leren uit te proberen, ontdek je wat voor jou het beste werkt en hoe je het voor jezelf makkelijker maakt. Wil je hier verder over elaboreren? Klik dan hier.